Nou zei je, toen wij nog even zaten te kletsen voordat we met het interview begonnen, toen zei je dat je het ook wel moeilijk had gevonden om los te laten als ondernemer. Ja, nog steeds. Maar wat laat je dan moeilijk los? Je kindje. En wat is je kindje in dit geval? Kito, het totale bedrijf. De mensen die op een gegeven moment bij Kito komen werken, daar ga je van houden. Dus dan op een gegeven moment hou je van wel op een andere manier. Maar ik heb een zoontje van 5,5. Ja, dat is gewoon, dat is de ultieme liefde. Maar zo'n bedrijf, dat bouw je. En je gaat voor klanten houden, je gaat van de collega's houden, van het bedrijf, van het merk, van het kantoor, van alles. Dat is een soort van mega liefde. En op het moment dat je dat hebt, dan moet je dat ook leren loslaten. Dus als je, nou, er wordt heel vaak die vergelijking gemaakt met je kind leren fietsen. Ja, inderdaad, mijn zoontje moest leren fietsen, moet je hem loslaten. En datzelfde geldt hiervoor. Dat is eigenlijk een vergelijkbare pijn. En wat laat je dan los? Je laat ze vallen. Maar je laat ze is dan de collega's, je laat ze op hun bek gaan. Alleen dat is dan schadelijk voor het bedrijf en het bedrijf, daar hou je ook van. Dus dan zie je eigenlijk twee keer pijn. Ja, dat is wel lastig. En hoe werkt dat dan? Want ik net begreep ik dat je eigenlijk nog niet, dat je überhaupt niet zoveel stuurde of de dingen maar gewoon hun gang liet gaan, mensen hun gang liet gaan. En waar zit dan het loslaten in? Nou, daarin het feit dat we dat zijn gaan doen, hè, dus dat ik ze heel erg hun gang laat gaan, dat is niet vanzelf gegaan. Dus in de eerste paar jaar gaven we ze wel meer verantwoordelijkheid, maar dat was dan nog echt wel goed. We gaven iedereen meer verantwoordelijkheid. Iets waarvan ik nu ook zeg, joh, dat hebben wij gegeven. Dat is wel raar, weet je, verantwoordelijkheid geef je niet, dat wordt genomen. Maar wij dachten van, joh, we betrekken zoveel mogelijk mensen overal bij. Dat was ook heel vaak niet precies met het gewenste resultaat of het had niet het effect wat we voor ogen hadden. Verantwoordelijkheid werd niet zo breed gepakt als dat we het liefst zouden willen. Dat wilden we graag ook, omdat we lui zijn. Tegenwoordig is het zo dat ik echt helemaal niet meer stuur. En als ik het wel doe, dat ze me aankijken, allemaal en zeggen, joh, kom je doen. En waar heb je die omslag gemaakt? Was dat een bepaalde aanleiding of een openbaring? Ja, het feit dat ik merkte dat iedere keer als ik, ook als ik steeds minder zei, dat op het moment dat ik dan weer wel mee ging doen in het besluitvormingsproces, dat er dan ook beter naar me geluisterd werd. Dus zeg even, ik zat aan de tafel met 7 bazen. Iedereen is zijn eigen baas. En als ik in de kamer was, waren ze toch iets minder baas. Dus dan gaat die hiërarchie van meer het natuurlijke hiërarchie ging dan werken. Ik had er meer verstand van of meer ervaring. Of er werd gedacht dat ik er meer verstand van had, hè? Let op. Meer ervaring, dat had ik dan vaak wel. En ik praat heel graag. Hard dan ook op het moment dat ik een mening heb. En ik ben een beetje een pedant, drammerig mannetje die dan graag zijn zin wil hebben. Dus al die negatieve eigenschappen die komen dan weer op tafel. En dan zijn die 7 al snel, ja, weet je, Seth zegt het. Gaan we daar dan heel erg moeilijk over doen? Of hij zal wel gelijk hebben? Of ze denken, oh, het klinkt wel plausibel. Prima, hij heeft het toch ook gezegd. Dan kan ik me 9 keer niet bemoeien. Maar die ene keer dat ik me wel bemoei, dat houdt dan toch een soort van probleem in stand. En het feit dat sommige mensen zich toch net iets minder gingen voorbereiden op een meeting waarbij ze wisten dat ik erbij was. En gelukkig werd dat dan ook gezegd door collega's. Joh, het is toch wel makkelijk als jij erbij bent. Je lost het toch wel op. Of op het moment dat we het even niet weten, dan weet jij het alweer. Alleen ik wil ze juist laten leren op het moment dat ik het niet weet. Of dat zij het niet weten, dat is het moment dat zij iets moeten kiezen. Want daar gaan ze van leren. Dan helpt het helemaal niet dat ik het dan wel voor ze weet. Weet je wel? Gadverdamme. Dan hou je dus de hele tijd die soort van vervelende afhankelijkheid in stand. En bij de, dat is hem. Bij de afhankelijkheid, maar toen ik merkte dat die afhankelijkheidsfactor bij mij de hele tijd bleef hangen, toen dacht ik, ik moet eruit. En wat heb je toen gedaan? Ontslag genomen van mijn operationele taken. Ik woonde een congres bij van Allard Drosten, Aldoa. En die was al een aantal jaren bezig om uit zijn bedrijf te stappen. En daar was hij duidelijk verder in dan ik, maar daar was hij al een paar jaar mee bezig. Toen dacht ik, jezus, een paar jaar. Kito bestaat een paar jaar. Ik ga daar zeker niet een paar jaar mee bezig zijn. Volgens mij moet ik het sneller doen. Gewoon een pleister eraf trekken en gaan. En hij was zo bevrijd al in de fase waar hij op dat moment was, dat ik gewoon instant, ik had die dag een enorme kater van een feestje daarvoor. Van de avond daarvoor, hier bij Kito.
En ik zat daar te luisteren. Ik denk, joh, dit schiet echt niet op als ik dit zo blijf doen. En toen heb ik mijn ontslagbriefje geschreven en gedeeld op Slack. Dus ik neem ontslag. De volgende dag heb ik het verteld in 10 minuutjes. De helft reageerde met fantastisch en de andere helft zei, die vond het eng. En van die helft die het eng vond, is een kwart nu weg, is de helft nu weg. En de andere helft zit nu in het kamp, het is wel lekker zo zonder set. En de helft die het toen vet vond, die is er nog steeds en die trekt kaart aan die boot. Nou, dat is gaaf. Dus wat ik je hoor zeggen is, je moet jezelf er echt uitschrijven. Ja. En dan, ja, dan dwing je ook het systeem om het anders te gaan oppakken. Ja, het hoeft niet voor iedereen, want Patrick zit er nog wel in. Ja. Maar Patrick die is beter in staat om te zeggen, deze dingen doe ik niet. Die kon ook harder aangeven, ik ben niet die leider die jullie van mij verwachten of zo. Ik ben gewoon Pat en ik kan bepaalde dingen heel erg goed. En dat kan die en dat weet iedereen. Mm-hmm. En daar wordt hij voor ingezet. En hij is dan toevallig ook mede-aandeelhouder van het bedrijf. Maar die kaart, die speelt hij nooit. Nee. En op het moment dat hij die wel een keer speelt, dan kijkt iedereen hem aan, wat doe jij nou? Maar hij speelt hem ook niet, omdat hij gewoon, joh, hij is deel van de groep. En ik heb altijd wat meer moeite gehad om een deel van die groep te zijn, omdat ik gewoon een te grote bek heb.